Nog een regenboog. Molly is zo somber. Ze kan wel wat kleur gebruiken. Wat is er mis met mij? Er is een nieuw meisje in de regenboogklas. Huh? Wie is dit? Huh? Wow. Dat is mijn bureau. Voet op het bureau. Ik voel me ziek. Dit wordt heel leuk. Oeps. Oh nee. Tas, help me even. Oh, leuke tas. Bedankt voor de hulp. Molly? Niet zo snel. Er zit hier een vlek. Waarom? Je maakt een toets vandaag. Hier zijn je taken. Je mag beginnen. Waarom? Ik weet niets. Elliot! Hé, wat is het antwoord op de eerste opdracht? Het is B. Niet vals spelen. Ik heb een idee. Mijn minispiegel zal me helpen. Lijm kabelbinders aan een spiegel. Knip het overtollig af. Bevestig decoratieve spikes. Wat is Elliot's antwoord? Het is C. Oké. Molly, niet vals spelen. Je bent gezakt. Ik was er dichtbij. Elliot, hoi. Hij is zo knap. Hoi, Molly. Laat me met rust. Wacht even. Oh. Ik zei laat me met rust. Elliot, ben je in orde? Kunstlessen zijn mijn favoriet. Welke kleur zal ik kiezen? Meer zwart. Oh nee, je hebt alleen maar zwarte potloden. Nou en? Kan ik ze lenen? Voor een klein beetje? Geef mij je zwarte potloden. Geef ze terug. Bedankt. Ik zal ze in een zakje doen. Knip stukjes foampapier met glitters uit en zet een oog in elkaar met de regenboogiris. Lijm op de achterkant van de tas en voeg een rits toe. Voeg een kettinghandvat toe. Wat ben je aan het doen? Regenboogmagie. Geef me de potloden. Hier. Wat heb je gedaan? Waar is het zwart? Nu heb je felle kleuren. Een bericht voor Molly. Kom op, vliegen vliegtuig. Het is te warm hier. Vraagt hij me uit? Dit stomme briesje verpest het. Oh, Elliot, dat zal ik doen. Meer roze. En ik zal het toevoegen. Meer zwart. Hoi, wat denk je dat ik geschilderd heb? Leg hier hieronder. Het antwoord staat aan het eind van de video. Mijn eenhoorn is zo schattig. Jakkes. Ik ben klaar. Ik ben zo terug. Ik moet van deze rommel af.
Ik heb toevallig nog wat mooie verf. Lijm een oog op een leeg aquarelverfpotje. Wikkel het in zwarte stof. En versier het met kristallen. Smeer het in met zwarte nagellak. Vul de verfcellen met geschikte tinten. Meer bruin en grijs. Geweldig! Wat denk je van mijn schilderij? Oh nee! Interessant! Wat een uniek concept. Het is een echt meesterwerk. Wat? Dit schilderij heeft zoveel potentie. Dit is de maker van dit meesterwerk. Ik wil de waan van het bestaan laten zien. En nu zal iedereen zijn favoriete Shakespeare-regels opzeggen. Ik zal eerst gaan. Oké. Okay. To be or not to be? Dat is de vraag. Niet slecht. Saai, slechte schedel. Of de wapens opnemen tegen de zee van problemen? Verbazingwekkend, zoveel drama. Om te slapen of misschien te dromen. Bravo, verbazingwekkend. Wat dan ook, mijn beurt. Twee huishoudens, beide gelijk in waardigheid. Yo. Oh nee. In een mooie Verona waar we onze scène hebben. Kom op. Waar burgerlijk bloed burgerlijke handen onrein maakt. Ja! Yeah! Dit is verschrikkelijk. Want nooit was er een verhaal van meer ellende, yo. Kom op, Molly. Dan die van Julia en haar Romeo. Arme Shakespeare. Regenbooghaar-extensies. Ik zal meer kleur toevoegen. Bevestig kleurrijke kettingen aan haarverlengingen. Voeg ook slierten van loffertjes en strass toe. Ha, ik heb iets beters. Ik zal het proberen. Regenbooghaar is perfect. Dat is zo dom. Dit is hoe een geweldig kapsel eruit ziet. Je ziet er prachtig uit. Jij niet. Oh, mijn pruik. Een t-shirt zit vast in een spijker. Help! Molly, je bent hilarisch. Ik wou dat je hielp. Je maakt een test. Iedereen heeft een andere set taken. Ik ben mijn stem kwijt. Het is makkelijk. Ik ben klaar. Zo snel. Eens kijken. Het is A. Ahem, ahem. Wat? Een A. Een A. Geweldig. Bedankt. Knip bloemblaadjes uit verschillende tinten glitterfoampapier. Maak een vleugel. Lijm het op een oude oormanchet. Smeer een paar stukjes in met nagellak en bestrooi met glitters. Breng een laagje blanke nagellak aan. Maak een decoratieve letter A vast. Ik ben slim en mooi. Molly! Zes slaapt weer. Molly! Wakker worden! Ik was wakker. Is dat een slecht cijfer of wat? Dat is niet eerlijk. Er is een schoolfeest vanavond. Dit is het meest romantische liedje ooit. Ik zal dansen met Elliot. Ik haat slow dancing. Hoi Molly, wil je dansen? Dat zou je wel willen. Wat? Goed, hier is hard rock. Wow, mijn favoriete nummer.
Is ze gek geworden? Geweldige dans. Hoi, wat zou je willen? Ik denk ijs. Eet smakelijk. Dank je. Hoi, ik wil een ijsje. Goede keuze. Ijsjes! We hebben geen ijs meer, sorry. Zo lekker. Oh ja? Fijn. Kom op, El. Wow, dit ijs is zo uniek. Wil je het proberen? Ik wel. Wat was dat? Eet smakelijk. Oeps. Je krijgt een onvoldoende voor slecht gedrag. Wie kwam er in de eerste plaats met afstoffen? Wat heb ik gedaan? Ik heb alle portretten verpest. Ik zal me ontdoen van het bewijs. Is de portrettengalerij geruïneerd? Wie heeft dat gedaan? Hoe kon je? Ik ben het niet. Je moet het maken. Dat is gek. Ik zal helpen. We kunnen het samen sneller doen. Niet waar. De regenboogprinses is haar dagboek vergeten. Welke geheimen bewaart ze daarin? Daar moet ik achter zien te komen. Een slot? Dat gaat me niet tegenhouden. Wikkel een notitieboekje in glitterfoonpapier. Bevestig een hart en titels. Voeg een metalen slotlus toe. Haal er een ketting door en doe er een slotje op. Ik zal je op een of andere manier openmaken. Zo sterk. Niemand kan het kraken. Er komt iemand aan. Mijn dagboek. Ik zal je openen. Lijm en penvulling op de punt. En wikkel in schuin papier. Doe pailletten en grote glitters in een bakje. Plak het potje dicht en bevestig de vulling. Lijm er een sleutel op. Ik wil graag bekennen, maar het is een geheim. Een geheim? Ik ga er nu achter komen wat het is. Ze heeft een oogje op Elliot. Dat is geen geheim. Wat? Ik ben haar beste vriendin. Ongelooflijk. Weer een nieuw meisje in de regenboogklas? Nee, iemand heeft besloten mijn stijl totaal te veranderen. De meiden kunnen eindelijk met elkaar opschieten. Wow, zie je dat? Meiden, jullie zien er mooi uit, wat je ook draagt. Weet je nog wat ik vroeg waar het schilderij van was? Moet je kijken. 1, 2, 3. Het is Huggy Wuggy. Bye.